Hallo allemaal, welkom bij de woningspelen. Helaas gingen de koningsspelen niet door dit jaar, maar daarvoor zijn er nu de woningspelen. Ik heb 8 hele leuke spellen bedacht die jullie met het hele gezin thuis kunnen doen. Het enige wat jullie nodig hebben zijn een aantal dingen die iedereen in huis heeft. Dus iedereen kan hier aan meedoen. Belangrijk is dat je minimaal 2 personen hebt en een uurtje of anderhalf de tijd waarbij je alle spelletjes tegen elkaar kan gaan doen. We beginnen even met het volgende. Je maakt een klein tabelletje met daarop alle spelers. Hier spel 1 tot en met 8. En als speler 1, daar kun je je naam van speler 1 in zetten, speler 2 en speler 3. Als je nou een spel wint, krijg je 3 punten. Verlies je een spel, krijg je alsnog 1 punt. En speel je gelijk, dan krijgt ieder die gelijk speelt 2 punten. Uiteindelijk tel je alle punten die jij hebt gehaald als alle spellen gedaan zijn bij elkaar op. En dan hebben wij een koning of een koningin van de woning. Zo gaat het in zijn werk. De spellen staan allemaal op YouTube, genummerd 1 tot en met 8, zodat je ze makkelijk kan noteren op het schema dat je hebt gemaakt. Ze zijn ook nog digitaal verzonden in tekst, dus als je het uit wil printen om snel nog eventjes de regels en de materialen erbij te vinden, kan dat natuurlijk ook. Dus een korte herhaling, 8 spellen zijn er, daarvoor heb je heel weinig dingen voor nodig, de meeste dingen heb je gewoon in huis liggen. Het duurt ongeveer 1,5 uur. De filmpjes met de uitleg en de voorbeeldjes van de spellen zijn te vinden op deze YouTube. Maar ook is het doorgestuurd als tekstbestand naar jullie, zodat je het eventueel kan uitprinten en ook nog na kan lezen. Ik wens jullie enorm veel plezier met de woningspelen. Helaas gingen de koningspelen niet door, maar ik denk dat dit ook erg leuk gaat worden. Mocht je er vandaag niet aan toekomen, helemaal geen probleem. We hebben de hele meivakantie nog, waarbij je natuurlijk iedere dag een dag de woningspelen kan maken, wat je maar wilt. Heel veel plezier!